Kat. Wij zijn leuk. Maar ik ben leuker. Miauw. Spelen in de modder. Cookie, Snoepje en Pudding waren blij toen ze zagen dat de sneeuw eindelijk was gesmolten. Hier hebben we op gewacht. En eindelijk is hij er. Bedoelen jullie de zon? Nee, de nieuwe Wip is er. Geweldig! Miauw, 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 miauw. Ik ga als eerste. Yay! Wow, pas op, Cookie. De nieuwe Wip stond midden in een grote poel plakkerige, vieze modder. Voorstellen hoe vies we worden als we door die modder stappen. Als papa hier was, was het geen probleem. Die tilt ons op en draagt ons er zo overheen. Maar Pudding, papa kan nu niet helpen. Hij is op zijn werk. Oh, hè? Hallo? Ja, dat klopt. Ik ben nu in de fabriek, ja. Hey, dan lopen we toch met stelten door de modder? Mm-hmm. Oh. 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 Heb je misschien ook nog betere ideeën, Cookie? Nou, misschien kunnen we er op een andere manier overheen. Haha! Oh! Oh. Wat moeten we doen? Hé, hey, ik weet nog een manier. Het is niet diep. Kijk maar, jongens. We hoeven alleen maar onze regenlaarzen aan te trekken. Nu hadden de Kitty Cats en een lach op hun gezicht en regenlaars aan hun voeten. Maar Cupcake en Vlekje wilden ook op de nieuwe Wip. Kom mee, Cupcake! Kijk uit, Vlekje. Ik ben veel minder mooi als ik onder de modder zit. Miauw! Wat een modder. Snoepje, wil jij meer eens proberen? Ja, bedankt, Cupcake. Oh, dit wordt echt heel leuk! Kijk je wel uit dat je geen modder op mij spat? Wow! Oh nee, de modder zit overal. Zelfs Vlekje zit helemaal onder de modder. Niet lachen, moet je mijn jurk zien. En mijn blouse. Hé, hey, Pudding, niet huilen. Ik maak het wel schoon met wat regenwater. Maar helaas betekende meer water ook meer modder. Nu ben ik nog viezer. Nou, nu we toch al helemaal vies zijn, is het tijd voor een spelletje modderengels, jongens. Cookie, sorry, maar het kan echt niet, hoor. Jongens, mama wordt vast boos als ze ziet hoe vies onze kleren zijn. Het is niet onze schuld dat er modder ligt. Misschien moeten we wachten met buitenspelen tot de modder is opgedroogd. Hoe lang gaat dat wel niet duren? Ik denk dat het van de zomer wel droog is. Oh, zo te zien hebben jullie het leuk gehad. Het spijt ons heel erg dat we onder de modder zitten. Het is voor het laatst. We gaan namelijk nooit meer naar buiten. In ieder geval niet tot de zomer. Gaan jullie tot de zomer niet naar buiten? Oh, mama. Je bent net zo modderig als wij. Klopt. Maar van een beetje modder smelt je niet. Maar is je jurk nu niet verpest? Nee, helemaal niet. Alleen maar een beetje vies. Maar de wasmachine wast hem in een handomdraai weer schoon. Hola! Een applaus voor de fantastische wasmachine! Ja, kleren kun je wassen, maar het is niet de bedoeling dat je ze expres vies maakt. Straks word je nog ziek. Dus we hoeven niet te wachten tot de modder is opgedroogd? Natuurlijk niet. Buitenspelen is goed voor je, zelfs in de modder. Geweldig! Miauw, 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 miauw! En toen kwam papa thuis. Tenminste, ze dachten dat het papa was. Hoi! Wauw! De auto zat vast in de modder, dus ik moest eruit om te duwen. Door al die modder lijken al mijn kitty cats net varkentjes. De wasmachine waste de modder uit hun kleren. Yeah! Daarna gingen ze weer naar buiten voor nog meer pret. En niemand was meer bang om vies te worden. Een muzikale verjaardagskaart. Het was papa's verjaardag. En de katjes vroegen zich af wat voor cadeau ze hem zouden geven. Ik weet het, mama. We geven papa een fiets. Dan kan hij over het verkeer rijden in plaats van in het verkeer. Dat is een goed idee. Maar je vergeet dat je lieve papa een beetje onhandig is. Oh ja. Nou, dan geven we hem toch een helikopter?
Dat is ook een goed idee, Pudding. Maar de lucht boven al dat verkeer is ontzettend vies. Ideetje, ideetje! We geven hem een raket. Dan kan hij over de vieze lucht heen vliegen. Maar jouw papa kennende komt hij dan vast stil te staan in een marsmannetjesfile. Maar wat voor cadeau geven we hem dan? Ik weet wel een cadeau dat jullie papa altijd al heeft willen hebben. Huh? Vertel ons wat het is! Een muziekkaart. Een kaart die als je hem opent mooie muziek laat horen. Dat klinkt goed! Miauw, 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 miauw! De winkel had heel veel verschillende kaarten met muziek. Welke zouden ze kiezen? Een kaart van een verjaardagstaart die verjaardagsmuziek speelt? Die is perfect, kinderen. De Kitty Cats vonden hem ook perfect. Ik wil nog een keer luisteren. Ja, en nu mag ik. En nog een keer. Dus ze luisterden nog een keer. En toen nog een keer. En nog een keer. Daarna konden ze het niet meer zo goed bijhouden. Maar ze luisterde en luisterde en luisterde en luisterde. Hey, wat is dit nou? De batterij kan toch niet zo snel leeg zijn? Ik denk dat hij gewoon een beetje moe is. Misschien is hij vergeten hoe het liedje gaat. Ik fris zijn geheugen wel even op. Hij is gewoon een beetje lui. Probeer je soms papa's verjaardag te bederven? Kom, doe eens even je best. Hebba, nu is de kaart aan het mokken. Oh. Mam, papa's verjaardagskaart wil niet meer spelen. Zo te horen is de batterij al helemaal leeg. Hebben jullie te veel naar de muziek geluisterd? Ik heb jullie nog gewaarschuwd. Jij hebt veel te veel geluisterd. Nee, jij hebt veel meer geluisterd. Dat is niet waar. Oh. Oh. Wat geven we papa nu voor zijn verjaardag? En op dat moment kwam de verjaardagspapa thuis van zijn werk met een doos vol lekkere verrassingen die hij op zijn werk in de fabriek had gemaakt. Ik weet al iets, kom maar mee. De katjes hadden een idee. Ze bedachten dat het mooiste cadeau vaak het cadeau is dat je zelf maakt. Cookie, snoepje, pudding. Hoi, kinderen. We hebben iets gemaakt voor je verjaardag. Want wij vinden jou de liefste papa van de hele wereld. Ontzettend bedankt. Ik vind hem echt heel mooi. Oh, ha, ik wilde altijd al een muziekkaart hebben. Oh, dit is de mooiste muziekkaart ooit. En het is het beste verjaardagscadeau wat ik ooit heb gekregen. Maar ik wou dat onze verjaardagskaart ook zelf muziek kon maken. Dat kan niet. Mama had het liedje van de kittens opgenomen met haar telefoon. En dus had papa een fijne verjaardag. Want wat is er nu fijner dan muziek, taart en familie? Dokters! Op een dag kregen Cookie, Snoepje en Pudding van papa en mama nieuw speelgoed. Kijk eens wat we voor jullie hebben. Een dokterskoffertje. Wow. Een thermometer. En rollenverband. En hoofdkapjes. Alles wat jullie nodig hebben om jullie eigen dokterspraktijk te beginnen. Dat is leuk, zeg! Miauw! Ik ben de dokter. Nee, ik wil de dokter zijn. Nee, ik. Maar als wij allemaal dokter zijn, wie speelt dan onze patiënt? We vragen onze vrienden als patiënten. Doktertje, is iemand van jullie ziek? Oh ja, heel erg. We rijden visites, bijna onderweg. We pakken nog even wat medicijnen. Pak de jam. De eerste patiënt van de katjes was Cupcake.
En wat is hier het probleem? Er is iets mis met mijn staartje. Hij is gewoon nog niet mooi genoeg. Juist, geen probleem. Ik knip de oude staart eraf en dan naai ik er een mooie pauwenstaart aan. Simpel. Ik wil helemaal geen nieuwe staart. Ga weg. Ik wil een nieuwe dokter. Juist. Ik hoor helemaal niets. Zal ik hem wakker maken met de hamer? Hou op! We wikkelen de staart wel even in het verband. Is goed, maar alleen als het mooi verband is. Huh? Heel erg bedankt, dokters. Hopelijk voelt u zich weer beter. En onthoud, 1 appel per dag. Houd de dokter ver weg. Nu Cupcake zich weer beter voelde, gingen de 3 dokters op pad naar Snuffel. Het was een winderige wandeling voor de kittens. Achoo! En wat is hier het probleem? Dokter, ik denk dat ik in een marsmannetje verander. Ik begin al raar te praten. Aha, u heeft marsmannetjeskoorts. Wij hebben het juiste medicijn. Deze kosmische snel weer beter, Sam. Hap, hap, hap. Geneest alle ruimtesiektes. Hap, hap, hap. Nou heb ik alles opgegeten. Dat geeft niet. Dan geven we in plaats daarvan een Sam-spuitje. Dan voelt u zich direct weer een aardbewoner. Tenzij u verandert in een waterkloen of in een gieter. Nee, ik wil geen Sham-spuitje. Rustig maar, meneer. Omdat u zo'n goede patiënt was, krijgt u van ons deze lolly. En zorg voor voldoende rust. Ik voel me alweer stukken beter. De Snuffel voelde zich ook weer beter. Maar nu moesten onze kleine vriendjes Boris nog beter maken. Ze renden door de regen naar hun patiënt. Hatsjoe! Wat is er aan de hand, meneer? Nou, het probleem is dat ik heel verdrietig word van die grijze lucht en zoveel regen. Ik krul je snorharen wel even. Nee, niet mijn snorharen. Ik heb meer last van mijn buikje. Oh, ja. Atsjoe. Klinkt gek. Atsjoe. Zo te horen heeft u een propeller ingeslikt. Wacht, ik denk zelfs nog iets groters. Ha, dat is jouw buikje, Pudding, want jij hebt alle jam opgesnoept. Huh? Hé, je hebt gelijk. Dat is die van mij. Maar jouw buikje is vast weer helemaal beter na wat thee en biscuitjes. En dit boek over clowns vrolijkt je vast wel weer op. Wow, ik heb clowns altijd al leuk gevonden. Vooral in rode neuzen. Hé, maar jullie hebben ook een rode neus. Huh? Mama! Iedereen is weer beter. Jullie zijn helemaal doorweekt. Jongens, haal die natte kapjes van jullie hoofd en ga direct naar bed. Drink een kopje van deze thee voor het slapen gaan, dan worden jullie niet ziek. Na een goede nachtrust voelden de kittens zich stukken beter. Goedemorgen. Huh? Hebben jullie de dokter gebeld? Ik heb sinaasappels meegenomen voor de vitamines. En ik heb knikkers meegenomen, zodat we kunnen spelen. En ik heb iets grappigs om jullie op te vrolijken. En de dokterspraktijk is pas compleet? Ha, met een snelle ambulance. Oh, ik ben een ambulance. Hoe gaat die sirene ook alweer? Nou zo! Miauw, 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 miauw. De kittens speelden graag doktertje. Maar nog liever zaten ze vol gezonde energie om met hun vriendjes te spelen. Oudejaarsavond. Het was oudejaarsavond. En de hele familie was bij elkaar om het nieuwe jaar te vieren. Zeg, kittens, vandaag hoeven jullie niet om 9 uur naar bed, maar jullie mogen tot middernacht opblijven voor de jaarwisseling. Jullie mogen vanavond voor het eerst opblijven, net zoals de grote katten. Hoera! Miauw, 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 miauw! Opblijven tot middernacht! Oudejaarsavond is een pracht! Het is nieuwjaar als de kleine en de grote wijzer bovenaan staan. Dan hoeven we nu alleen nog maar te wachten. En 5 minuten later... Hoe lang nog tot nieuwjaar? Ik verveel me een beetje, jongens. Dan moeten we iets gaan doen. Zullen we mama gaan helpen? Mama? Mam? Mama, we willen je graag helpen. Oh, bedankt, kleine kittens. Maar ik red dit zelf wel. Oké, dan gaan we papa helpen. Papa, heb je hulp nodig? Dat is lief van jullie, kittens. Maar ik ga alvast het vuurwerk buiten klaarzetten. En dat is geen werk voor kleine kittens, sorry. Zullen we anders dan maar televisie gaan kijken? Dan gaat de tijd waarschijnlijk lekker snel voorbij. Oh, dat is ons lievelingsprogramma. Leuk! En toen sloeg de klok 9 uur. Oh,
komt vast door de tv. Wat? Nee, dat is omdat we normaal altijd om 9 uur naar bed gaan. Maar als ik in slaap val, dan mis ik de pret. Hey jongens, we moeten emmers water op ons hoofd zetten. Kijk zo! Want met een wiebelige emmer op je hoofd val je niet in slaap. Ja, maar wat als hij toch valt? We mogen niet kleddernat zijn als het nieuwe jaar start. Want hoe je het nieuwe jaar begint, nou, zo blijf je het hele jaar lang. Hey, weet je wat? We gaan lekker naar buiten. Daar is het veel te koud om in slaap te vallen. Maar hoe begin je het nieuwe jaar als je veranderd bent in een ijsblokje? Ik heb een supergoed idee. We kunnen de cadeautjes inpakken die we voor onze vrienden hebben gekocht als nieuwjaarscadeaus. Dan blijven we vast en zeker wakker, jongens. Cadeautjes inpakken kan heel leuk zijn. Maar ook heel erg vermoeiend. Hey, Snoepje, Cookie, Pudding. Het is al bijna middernacht. Oeh. Kijk nou. Een hele berg nieuwjaarscadeautjes. Laat ze maar even lekker verder slapen. Het is wel jammer. Ach, nou ja. We proberen het volgend jaar gewoon weer opnieuw. Gelukkig had Snoepje de wekker gezet, zodat ze nieuwjaar niet zouden missen. Goedemorgen allemaal. Oh nee, we zijn in slaap gevallen en hebben het gemist. Je hebt nog een half uur tot middernacht en je hebt nog niets gemist. Ik ben uitgerust en klaar om te feesten. En 5 en 4 en 3 en 2 en 1. En dan gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Me wow, me wow, me wow, me wow. De vriendjes van de Kitty Cats waren ook opgebleven. Gelukkig nieuwjaar. De kittens gaven elkaar hun cadeautjes. Hey, papa gaat buiten vuurwerk afsteken, jongens. Het eerste grote kattennieuwjaar van de Kitty Cats was een succes. Met vriendjes, vuurwerk en cadeautjes. En de kleine kittens waren helemaal niet moe. Avontuur in de ruimte. Op een avond sneeuwde het zo hard dat de kittens binnen moesten blijven. Echt saai. We moeten iets verzinnen om te doen. Maar wat dan? Hé, kijk. De sneeuw lijkt net op vallende sterren. We doen alsof we in de ruimte zweven. Ah. Ja, leuk. Hé, luister. We gaan op ruimteavontuur. Oké. We vliegen met de sterren. Wat geweldig. Miauw, 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 miauw. Hey, in de ruimte is geen zwaartekracht, dus we zouden moeten zweven. Ah, oh, ja, dat is zo. Kom mee. Wow, doen alsof je zweeft valt niet mee. Vechten tegen de zwaartekracht is vermoeiend. Maar dan bouwen we toch gewoon een ruimteschip om in te vliegen? De kittens gebruikten mama's breikist als het ruim en wat karton als vleugels. Ze pakten een trechter, een garde en wat bagels en plakten dat allemaal op de kist. Ziezo, het ruimteschip was klaar om op te stijgen. Hier spreekt de kapitein van het schip. Maak uzelf gereed voor vertrek. De navigator is klaar voor vertrek, kapitein. Ruimteschip, monteur. Ik start de motor, kapitein. We vliegen! Meteoren recht voor ons, kapitein. Ruimtemonsters! Mama! Papa! We dachten dat jullie hele enge ruimtemonsters waren. Wat zijn jullie aan het doen, malle kittens? Oh, we zijn gewoon op avontuur in de ruimte. Het lijkt meer op een avontuur met Wol.
Nou, beginnen jullie maar alvast met opruimen. Het is al bijna bedtijd. Maar wat doen we dan met ons supercoole ruimteschip? Dit ruimteschip is ons levenswerk. Ja. Attentie. Dit is de vluchtleiding voor de ruimtekittens. Ik heb een belangrijke missie die alleen de beste kittens aankunnen. Dit ruimteafval moet direct worden opgeruimd. Anders botst het straks misschien met de kattenplaneet. Hoort u mij? Over. Luid en duidelijk. De ruimtekittens staan tot de dienst. Oké. Wat zullen we doen met al die meteoren? We transporteren ze naar planeet Reswaar. De keukenvloer is een asteroïdenveld. We stoppen ze terug in de juiste lades. Ik bedoel, terug in de dampkring. Kijk, die papieren meteorieten. Oh nee, ze zwerven overal. We brengen ze terug naar de ruimteboekenkast. Wow, kijk ze gaan. En al dit rondwarrelende ruimteafval gooien we in vuilniszak het zwarte gat. Wow, wat een hoop ruimteafval. Ik weet al wat er moet gebeuren. We nemen het afval mee op een ruimtewandeling. Het is koud in de ruimte. Trek een ruimtepak aan. Ja, we hebben de kattenplaneet gered van het ruimteafval. Kijk, een stel rare ruimtewezens. Nee, wij zijn het maar, papa. We hebben onze missie geheel volbracht. Haha, dat is mooi. Maar nu is het bedtijd, jongens. Ik kom jullie nog wel een verhaaltje voorlezen over de ruimte. En de drie kleine ruimtekatjes. Dat is leuk! Miauw, 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 miauw! Mama en papa hadden een speciale sterrenhemel gemaakt in de kamer van de kittens. En de kittens luisterden naar papa's ruimteverhalen. Tot zij in hun dromen hun eigen ruimteavonturen gingen beleven. De kunstgalerie. De Kitty Cats hadden net flinke trek gekregen van het buitenspelen toen ze Carrie tegenkwamen. Hallo, Carrie. Oh, hoi. Wat ben je aan het eten? Het lekkerste sushi uit de wereldgeschiedenis. Oh, wauw. Mogen wij drieën er ook een stukje van proeven? Dacht het niet. Als jullie ook willen, dan kopen jullie ze zelf maar. Ze verkopen ze bij dat nieuwe koffietentje. Weet je wel, dat kleine tentje in de grote kunstgalerie? Een koffietentje in de kunstgalerie? Weet jij hoe we daar kunnen komen? Eerst ga je rechtdoor, voor bij de vierkante kat. Verder rechtdoor tot de schreeuwende kat. Dan rechtsaf tot de lachende kat. Dan staat er een beeld. De denkende kat. Recht daarachter staat het koffietentje. En in het koffietentje hebben ze de soesjes. Dat sloeg nergens op. Welke vierkante kat? Ik begrijp het niet, maar ik heb het wel onthouden. We gaan gauw naar huis en tekenen een kaart van de route. De Kitty Cats vonden het heel spannend om een kaart te maken voor zo'n lekkere schat. Hey, mom! Mogen we naar de grote kunstgalerie, alsjeblieft? Oh, wat fijn dat jullie lieverds interesse hebben gekregen in kunst. Maar ik ben nu even druk bezig in de keuken. Vraag papa maar. Ik weet zeker dat hij het wel leuk vindt. Zei mama dat? Luister, ik ben net zo druk als jullie mama. Maar als het om de kunst gaat, nou, dan kan dit wel wachten. Dus gaan we nu direct naar de kunstgalerie. Hoera! Miauw, 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 miauw! De galerie was heel groot en er hingen heel veel schilderijen. Oké, katjes, ik vertel jullie alles over de kunst. Hier hangen de klassiekers, zoals, Hey, de vierkante kat, kijk! Kom mee! Hij is echt heel grappig! Juist, dit is de kat met de parel, door Andy Haarbal. Huh? Oeh, dat is een meesterwerk. En nu de schreeuwende kat. Kijk daar! Oh, dat is ook een beroemd schilderij. Het heet Kattengejank. Oh, kijk, daar is de lachende kat. Huh? Ah, dat is de Miauw Nou Lisa. Wacht. Dan is dat daar de denkende kat. Huh? Hey, kijk!
De soesjes! Papa, wil jij alsjeblieft wat lekkere soesjes voor ons kopen? Ah, is dat soms de reden dat we hier zijn? Carrie had gelijk. Dit is het lekkerste soesje van de wereld. Dit is wat je noemt een meesterwerk. Ze gebruiken toevallig wel mijn soesjesrecept. Wil je ze dan straks ook thuis voor ons maken? Ik denk het niet. Ik heb nog werk liggen. Nu ben ik met jullie naar de galerie geweest, terwijl jullie eigenlijk naar de bakker wilden. Nou, jullie hebben wat jullie willen. We gaan. Jammer dat papa geen soesjes voor ons wil maken. Want ze zijn echt heel goed. Inderdaad, maar dat was de schreeuwende kat ook. Ik vond de lachende kat mooi. Ik vond de vierkante kat juist gaaf. Maar papa denkt nu dat we de schilderijen niet mooi vonden. Ik heb een supergoed idee. We maken alle drie een schilderij voor hem. Dan weet papa dat ons uitje naar de galerie niet voor niks was. En zo waren de Kitty Cats ineens hardwerkende kunstenaars. Huh? Hey lieverds, wat zijn jullie aan het doen? Oh, maar dat is prachtig. Hey, als we ze ophangen, hebben jullie een eigen galerie. Lieve kittens, als jullie eens wisten hoe ik van jullie schilderijen geniet. En ik denk dat ik jullie hiermee wel kan bedanken. Soesjes! De kittens vonden de soesjes van papa een groot meesterwerk. Nu is het hier net een grote, hippe kunstgalerie. Met mooie kunst en een eerste klas koffietentje. Hop. Geweldig! Miauw, 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 miauw! De soesjes van papa waren een succes. En iedereen was het erover eens dat de kunstgalerie van de Kitty Cats bijna net zo goed was als de echte. De dag van de zwarte kat. Op een dag maakten de Kitty Cats en hun vriendjes zich klaar voor de dag van de zwarte kat. Kijk, daar is hij, onze zwarte gelukskat. Ik ga hem verstoppen, zodat we kunnen beginnen. Papa verstopte de zwarte gelukskat op een geheime plek en liet aanwijzingen achter over waar de kittens hem konden vinden. Luister, kittens. Als jullie de zwarte kat voor 6 uur weten te vinden, dan ligt van jullie het geluk voor het oprapen. Zo luidt de legende. Hoera! Miauw, 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 miauw! Kijk! 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 Ha! De zwarte kat ligt hier! Oh! Ik denk niet dat de zwarte kat in zo'n klein doosje past. Huh? Dat is mijn fluitje. Hij is echt heel prachtig. En hij glimt zo mooi. Ik denk dat het een aanwijzing is, jongens. Misschien moeten we erop blazen. Oh! Hey, geef hier dat fluitje. Het is een aanwijzing. Frambozen. Dan moeten we dus nu naar de frambozenstruik in het park. Oh. De zoektocht die papa voor de kittens had gemaakt, was geen gemakkelijke. En na een lange zoektocht vonden ze eindelijk de laatste aanwijzing. Ergens in ons huis verstopt. Kom mee, schiet op! Jongens, wacht! Waar is Vlekje? Hey, Vlekje! Misschien hebben we hem per ongeluk onder het zand begraven. Misschien heeft de extra Vlekje meegenomen. Misschien is hij gewoon ergens verdwaald. Miauw! Ik heb een heel goed idee. We organiseren een zoektocht naar Vlekje. Als we dat doen, dan vinden we de zwarte kat niet op tijd. En dan ligt het geluk dus niet voor het oprapen. Maar Vlekje is onze vriend. Dat is belangrijker dan het oprapen van geluk.
Vlekje! 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 Oh. Oh, Vlekje zijn boot afdrukken. Vlekje! Help me, jongens. Ik kom niet uit de greppel. Het is hier veel te glad. Pak mijn boot vast. Zo te zien hebben jullie de zwarte kat niet op tijd gevonden. Maar Vlekje was in een greppel gevallen. Oh, en toen moesten wij hem redden. Nou, dat hebben jullie goed gedaan. Nou, omdat Vlekje toevallig ook een zwarte kat is en jullie hem voor 6 uur hebben gevonden, denk ik dat het geluk toch nog voor het oprapen ligt. Kijk, en dit is jullie prijs. Lekkere gelukschocolaatjes met een voorspelling erin. Geweldig! Miauw, 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 miauw! Wil jij mijn voorspelling voorlezen, mama? Dit jaar zul je veel plezier beleven. Er staan veel interessante dingen te wachten. Je hebt goede vrienden op wie je altijd kunt rekenen. Het zou voor iedereen een goed jaar worden, vooral voor Vlekje. Want het grootste geluk van de wereld is het hebben van goede vrienden. De brandweer. Op een dag kregen de Kiddycats een grote brandweerwagen en ieder een eigen brandweerhelm cadeau. Kijk, papa, dat is net zo'n brandweerwagen als de wagen die jij op je werk rijdt. De vader van Dart is een brandweerman en rijdt in een echte brandweerwagen. Dat moet echt gaaf zijn. In een brandweerwagen rijden met een sirene, zodat iedereen voor je opzij gaat. Ja, met een glimmende brandweerhelm op. En iedere dag allerlei verschillende heldendaden verrichten. Als jullie dat willen, dan kan ik wel een keer een excursie naar de brandweerkazerne voor jullie regelen. Geweldig! Miauw, 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 miauw! En eindelijk was het zover. Ze mochten naar de brandweerkazerne. Hallo! Hoi! Oh, wauw! Dat is net onze brandweerwagen, maar dan veel groter! Daar zou ik wel in willen rijden! Om eerlijk te zijn, Cookie, brandweermannen hebben een zware baan en moeten heel hard werken. Dit is onze centralist met de kaart. Goedemorgen! Goedemorgen, kleintjes. Als er op de kaart een lampje gaat branden, dan betekent dat dat er op die plek een brand gaande is. Oh, jammer dat er nergens een lampje brandt. Ik zou best wel eens een brandje willen blussen. Een brand is helemaal niet zo leuk. Het zou beter zijn als deze lampjes nooit zouden branden. Een echte brandweerman zorgt dat hij altijd paraat staat. En daarom oefenen we hier dus ook iedere dag. Volg mij! Ten eerste, een brandweerman moet over een uitstekende conditie beschikken. Ja! Ten tweede, je moet je snel om kunnen kleden, want een brand moet zo snel mogelijk geblust worden. Cookie heeft zich snel omgekleed, maar je vergeet een van je laarzen. Snoepje is helemaal aangekleed, maar was te langzaam. Het is veel lastiger dan ik dacht dat het zou zijn. We moeten echt perfect samenwerken. Iedereen moet weten wat hij moet doen, zodat niets over het hoofd wordt gezien. Zoals jullie zien, doet een brandweerman meer dan alleen maar rijden in een grote wagen met een mooie helm op. Het vereist heel veel serieuze training. Ik wist niet dat brandweerman zijn zo moeilijk was. Ja, je moet heel veel oefenen. En dan moet je daarnaast ook nog branden blussen. Wij kittens zouden nooit een echte brand kunnen blussen. Hé,
ik heb een supergoed idee. Ha, brandalarm! Er is een brand in de boomhut, kittens. Aankleden, kitty cats. Help alsjeblieft. De brand is geblust en iedereen is gered. Dat hebben jullie goed gedaan, kittens. Ik kan wel zien dat jullie getraind hebben. Daarom krijgen jullie van ons deze leerling brandweer badges. Later worden jullie vast uitstekende brandweerkatten. Hoera! Miauw, 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 miauw! De Kitty Cats hadden veel geleerd op de brandweerkazerne. En die middag speelden ze dat ze dappere brandweermannen waren. Wilde avonturen. Op een dag nam opa de Kitty Cats mee naar het park. Hey, luister, kittens. Vandaag ga ik jullie voorbereiden op wilde avonturen. Wilde avonturen? Echt? Ik leer jullie hoe je kunt overleven als je verdwaalt in de wildernis. We gaan wilde avonturen beleven. Geweldig! Miauw, 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 miauw. Stel je voor, we zijn in een wild bos vol met... avonturen! Nee, het bos zit boordevol dik struikgewas. En het pad is niet meer te zien. Kijk dan waar het mos groeit. Die kant is het noorden. De mosvrije kant ligt op het zuiden. Onthoud dat goed, dan kun je nooit meer verdwalen. We verdwalen sowieso niet, opa. Zitten die wegwijzers daar? Oh. Kijk, die blaadjes, daar kun je kleine bekertjes van maken. En die kun je gebruiken om water in op te vangen. Of eten. Of je kan gewoon eten en drinken kopen in het winkeltje. Oh, kom, even kijken wat voor lekkers ze allemaal hebben. Nee, nee, kittens. Eerst ga ik jullie nog wat leren. Kom maar met me mee. Opa liet de kittens zien welke bessen veilig zijn om te eten. En hoe je insecten verdrijft. Vlieg op! En hoe je een afdakje maakt waaronder je kunt schuilen. En dit is een hele handige knoop. Die komt goed van pas, kijk. Maar wanneer gaan onze wilde avonturen nou eens beginnen, opa? Ja, we zijn ondertussen wel klaar voor avontuur. Zijn jullie er klaar voor? Oké dan. Kijk, dat eiland, daar gaan we naartoe. Daar. Hoera! De Kitty Cats namen alles mee wat je nodig hebt op wilde avonturen. Koekjes en vruchtensap. Hé, hey, kijk dat mos. Dat betekent dus dat dit de noordkant van het eiland is. Kom mee, dan gaan we de andere kant van het eiland ontdekken. Ik vind het wel tijd om terug te gaan naar de boot voor iets lekkers. Zo te zien hadden de kittens de boot niet vastgemaakt zoals opa ze had geleerd. Oh, nee. Nu moeten we voor altijd op dit eiland blijven. Maak jullie nou maar geen zorgen. Jullie mama en papa komen ons voor het donker weer ophalen. Oeh, maar zo te zien gaat het zo regenen. Dan maken we een schuilplaats. Ik heb zo'n trek. En ik heb erge dorst, maar al onze spullen liggen nog in de boot. Weten jullie nog? We kunnen regenwater drinken. Hoe dan? Moet ik met open mond in de regen gaan staan? Maar dan word ik toch hartstikke nat. Ik weet wat we kunnen doen. De Kitty Cats herinnerden zich weer wat opa ze had geleerd. En toen ze later allemaal aan wal stonden, wachtte hen daar een leuke verrassing. Mama! Papa! Hoe hebben jullie ons gevonden? Nou, jullie opa stuurde ons een berichtje dat we jullie moesten ophalen aan de noordkant van het eiland. Oh, jullie lippen zijn blauw van de kou. Wel nee, mam. Dat is...
is van de blauwe bessen. We hebben het allemaal wilde avonturen beleefd. En opa heeft ons van alles geleerd. We hadden die koekjes en dat sap helemaal niet nodig. Het was vandaag echt geweldig. Miauw, 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 miauw. De Kitty Cat en opa hadden een leuke dag gehad. Wilde avonturen zijn hartstikke leuk. Als je maar weet hoe je jezelf kunt redden. Schaakvrienden! Op een dag nam Pudding zijn schaakbord mee naar de speeltuin. Cookie, heb jij zin om met mij te schaken? Niet echt, Pudding. Ik vind schaken met jou niets aan. Jij wint altijd. Hé, Snoepje, wil jij met me schaken? Ik kan niet schaken. Hé, bah, ik wil later schaakkampioen worden, maar niemand wil met me oefenen. Hey! Pudding, zullen we vragen of een van onze vrienden zin heeft om met je te schaken? Hé, ja! We gaan een geschikte tegenstander voor je zoeken. Goed idee! Miauw, 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 miauw! De eerste vriend die wel met Pudding wilde schaken, was Cupcake. Hey Cupcake, waarom speel je eigenlijk alleen maar met die pony? Dat is geen pony, maar een paard, Snoepje. Gewoon omdat ik die het allermooiste vind. Zo, schaakmat. Je hebt verloren. Ja, en dan? Ik ga het anders doen. De volgende tegenstander was Vlekje. Ik wil alleen als ik met zwart mag spelen. Ik pak jouw pion. En hey, nu jouw paard. En nu nog een pion. En schaakmat, ik win alweer. Oh, alweer? Het bleek nog niet mee te vallen om een goede tegenstander te vinden. Ik zet hem daar. Nee, wacht. Daar. Of daar. Of daar. Oh, sorry. Mag ik een ander stuk pakken? Kerry, ik pak jouw loper. Wat? Maar ik ben toevallig dol op die loper. Die vind ik de allermooiste van het hele spel. Ik heb geen zin meer. En tot slot speelde de slimme dart een spelletje tegen Pudding. Geloof het of niet, ik heb nooit eerder geschaakt. Wauw. Wat? Wij hadden verwacht dat jij wel kon schaken. Pudding legde dart uit hoe je de verschillende stukken over het bord beweegt. Waarom mag het paard alleen zo bewegen? Waarom mag hij niet over het bord galopperen? En waarom mag de koning maar één vlak per keer? En mag de koningin alle kanten op? Nou, ja, zo zijn de spelregels. Nee, sorry. Schaken zegt helemaal niets voor mij. Als ik niemand heb om mee te schaken, word ik later nooit schaakkampioen. En dan win ik dus ook geen medailles. Medailles? Oh, wacht even! Papa heeft toch allemaal schaaktrofeeën in de kast op zijn kamer? Ja! Dat betekent dus dat papa heel goed kan schaken, Pudding. Nou, schaakmat. Huh? Huh? Goed gedaan, hoor, Pudding. Hoe kun je nou zo snel verliezen? Je bent de kampioen! Kijk hoeveel prijzen je hebt gewonnen! Die zijn niet van mij, die zijn van mama. Ze speelde vroeger schaken op school. Zij was de beste en won altijd de eerste prijs. Ha! Ik heb een heel goed idee. Je moet met mama gaan schaken. Schaakmat. Wauw, wat goed. Nou, Pudding, goed gespeeld, hoor. Zo te zien hebben we een nieuwe schaakkampioen in onze familie. Hoera! Miauw, 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 miauw! Papa verraste iedereen met een mooie taart in de vorm van een schaakbord. Jullie papa is misschien geen schaakkampioen, maar hij is wel kampioen taartenbakken. Schaak, hop en mat. Zo vond Pudding een waardige tegenstander en bedacht papa een lekkere nieuwe tractatie voor bij de thee.
verhalen schrijven. Op een dag wilden Snoepje, Cookie en Pudding worden voorgelezen uit een boek. Een verhaal uit een prinsessenboek. Maar één met heel veel piraten. En ook met heel veel paddenstoelen. Oké, dat is één prinsessenboek, één piratenboek en de paddenstoelencyclopedie. Ik wil niet weer een boek over prinsessen en dat bedoel ik ook echt niet. En ik wil geen boek meer over piraten. Maar paddenstoelen zijn oké, toch? Oh nee, niet alweer! Jullie moeten zelf maar een boek gaan schrijven over een prinses, een piraat en een paddenstoel. We worden echte schrijvers! Geweldig! Miauw, 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 miauw! We verzinnen zelf een verhaal, jongens. En dan kan papa het voor ons opschrijven. Hey! Oh. Maar een boek schrijven bleek nog niet zo eenvoudig. Oké, vertel mij dan. Hey! Nee. Ha! Ik heb... Nee. Het lijkt wel alsof we helemaal niks kunnen bedenken. Om te kunnen schrijven heb je inspiratie nodig. Inspiwatten? Nou, inspiratie is wanneer je eerst niks kunt bedenken en dan ineens een goed idee krijgt. Oh! Ik heb een ideetje. Diep in het woud. Ik weet iets. We beginnen op de maan met een ruimte. Schimmelapen. Stop! Dit wordt helemaal niets. Eén van jullie mag beginnen en daarna mag de volgende. Papa heeft gelijk. Ik begin wel. Diep in het woud stond een prachtige... paddenstoel! Toch? Nee, gekkie. Een kasteel. Het huis van een slimme prinses. Ze zat in haar toren en keek in het rond. In haar toren en keek in het rond. Dat is een mooi begin, hè? Mijn beurt! Plotseling werd het kasteel aangevallen door... paddenstoelen! Nee, geen paddenstoelen, piraten! Oké dan. Joho! De piraten pakten het kasteel en namen het mee op hun schip. En toen keek de prinses uit haar raam en zag een gigantische... paddenstoel! In de paddenzee! Yeah! Kom nou, waarom nou weer een paddenzee? Jullie hebben prinsessen en piraten. Waarom mag ik dan geen paddenstoelen? Wat ga ik nou opschrijven? Wat zijn mijn lieverds aan het doen? Onze kittens zijn een boek aan het schrijven. We zoeken iets cools en gaafs wat het piratenschip aanvalt. Ja, iets spannends en goeds. Oh, dat klinkt leuk. Oh, krijg jij hem open? Wat dachten jullie van een gigantische... Een paddenstoel misschien. Mam, dat is precies wat ik zei. Een paddenstoel wil het schip laten zinken. Bakboord, maatje. Nee, stuurboord, maatje. Bakboord. Stuurboord. Bakboord. Stuurboord. Pas op, daar komt de gigantische paddenstoel. De piraten zorgen dat de paddenstoel niet kon enteren. Oh, maar de paddenstoel droeg een grote metalen helm, toch? Hey, ik heb een heel goed idee. We kunnen de paddenstoel verslaan door hem te koken in een pan soep, toch? Want een gekookte paddenstoel kan niks. Zo versloegen de piraten de vreselijke paddenstoel. En raakten bevriend met de slimme prinses. En ze beleefden samen nog vele fantastische avonturen op zee. Einde! Het paddenstoel-prinses-piratenverhaal. Dat is een mooi verhaal geworden. Weet je wat? Ik geloof dat ik die paddenstoel kan ruiken. Dat is de paddenstoelensoep die je ruikt. Het is etenstijd, kleine schrijvertjes. Hoera! Miauw, 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 miauw! En na het eten printte papa het verhaal van de prinses, de piraat en de gigantische paddenstoel. Geschreven door onze eigen Kitty Cat. Gebruik je fantasie! Op een dag waren de Kitty Cats bij opa op de vuurtoren. Ze verveelden zich een beetje. Hey, ik zie ontevreden kittens aan de horizon. Waarom zo somber, kleintjes? We zijn vergeten om ons speelgoed mee te nemen. En ik heb ook geen boeken bij me. En nu vervelen we ons een beetje. Haha, dan is dit de kans om jullie te vertellen over mijn luchtballonavontuur.
dan vliegt de verveling voorbij. Hoera! Miauw, 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 miauw! Kom mee, dan vertel ik jullie in welke land ik allemaal ben geweest en wat ik daar allemaal heb gezien. Ja, kijk, ik was in Zuid-Amerika, hier, in IJsland, hier, in Afrika, China, Indonesië, Botswana, Tunesië en zelfs de Noordpool. Kijk, hier. Zijn jullie soms niet geïnteresseerd? Nee, ja. Het spijt ons, maar het is alleen maar een lange lijst met namen. Het is saai om u met een stok op een kaart te zien wijzen. Ja, oké, dan vertel ik jullie over mijn reizen met een fotoboek erbij. Om te beginnen, in dit boek over Zuid-Amerika zien jullie de grootste waterval die ik daar gezien heb. Maar op die foto lijkt hij niet zo groot, opa. En ik vloog over deze actieve vulkaan in IJsland. De kokende lava en de rook waren maar echt van... Maar ik zie helemaal geen kokende lava. Nou ja, die vulkaan was nog niet actief toen we deze foto maakten. Kom nou, een kleine zwart-wit foto. U vertelt spannende verhalen, maar het ziet er niet spannend uit. Ja, het zou veel spannender zijn wanneer je die spannende dingen in het echt kon zien. Ik heb een heel goed idee. Wat we zouden moeten doen, is echt op reis gaan. Goed plan. Wanneer vertrekken we? Dan gaan we met een hete luchtballon. Ik zou wel willen, Kittens, maar de vuurtoren moet 24 uur per dag bemand zijn. Oh. Maar hey, je kan ook mooie avonturen beleven door gewoon je fantasie te gebruiken. Je fantasie? Opa zette de hete luchtballon van de kittens klaar. Kom op, in het mandje. En nu je oogjes dicht. En stel je voor dat jullie in een hete luchtballon zitten, hoog in de lucht. Wauw! Oh, kijk nou, een vriendelijke kraai. En toen begon het harder te waaien. Het is alsof we in een orkaan vliegen. En het ging steeds harder stormen en het begon te regenen. Die regenstorm houdt ons niet tegen. We zijn dappere ballonvaarders met een missie. Oké, laat jullie fantasie gaan en vlieg. Vlieg! Met je fantasie kun je overal naartoe. Vlieg over een waterval in een luchtballon. Over een vulkaan en naar de horizon. Je komt echt overal met fantasie. Met fantasie, met fantasie. Want fantasie is grenzeloos. De mogelijkheden eindeloos. Met fantasie. Wat was dat een fantastisch ballonavontuur! Ja, kunnen we nog ergens anders naartoe vliegen met onze ballon? Ja, natuurlijk kan dat. Maar we gaan nu eerst even wat eten. Zijn die broodjes niet een beetje saai? Ja, misschien wel. Dit klinkt als een klusje voor onze fantasie. Laten we net doen alsof dit broodjes zijn van een verre planeet. Goed idee! Miauw, 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 miauw! De Kitty Cats hadden ontdekt dat ze met hun fantasie overal naartoe konden. Zelfs helemaal naar de maan. De vlieger! Op een winderige dag keken de drie kittens een beetje bezorgd door het raam naar buiten. Ik wil best naar buiten, maar het waait zo hard. Moet je kijken. Zeg dat wel. Met zoveel wind kun je echt geen boek lezen. Ja, of badmintonnen. Miss Kitty, haar wandelwagen waait zo weg. Hey, kom terug. Hey, kittens. Als het zo hard waait, dan is het perfect weer om te vliegeren. Klinkt goed. Ik
vind dat we vandaag moeten vliegeren. Goed idee! Miauw, 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 miauw! De Kitty Cats wilden hun vliegers helemaal zelf maken. Dus vroegen ze papa en mama om de spullen die daarvoor nodig waren. Ik vind dat het een grote vlieger moet worden, jongens. Nee, want dan wordt hij te zwaar. Als hij licht is, vliegt hij hoger. En we maken heel veel strikken in de staart, ja toch? Strikken zijn niet aerodynamisch. We gebruiken linten. En als hij geen staart heeft, dan vliegt hij waarschijnlijk nog sneller. Ik wil geen snelle vlieger. Ik wil gewoon een grote. En ik wil strikken in de staart, niet alleen linten. Nou, ik maak mijn vlieger zoals ik zelf wil. Dan doe ik dat ook. Het huis van de Kitty Cats leek wel een vliegerfabriek. Alle drie de vliegers waren totaal verschillend. Groot met een kleine staart. Klein met een lange staart. En een middelgrote zonder staart. De Kitty Cats en hun vriendjes namen de vliegers mee naar de top van de heuvel. Ja! Ik laat jullie wel zien hoe het moet. En dan ben ik nu aan de beurt. De teleurgestelde kittens gingen naar huis. Het waait zo hard buiten dat we niet eens kunnen vliegeren. De wind is niet het probleem. Misschien zijn jullie vliegers gewoon niet geschikt om mee te vliegeren. We konden het niet eens worden over onze vlieger, dus maakten we allemaal een andere. Hé, we gebruiken al onze ideeën. Zo kunnen we samen de perfecte vlieger maken. En dan mag iedereen een voorstel doen, goed? Dat is een geweldig idee. En papa, die wil jullie vast wel helpen, kittens. Ja? Ja, oh ja. Met de hulp van papa en mama maakten de Kitty Cats een prachtige vlieger. Maar toen ze weer boven op de heuvel stonden, was de wind weg. Waar ben je, wind? We hebben je nodig. Kom terug. Nu kunnen we niet met onze perfecte supervlieger vliegen. Hoera, de wind! Iedereen klaar? Oké, dan gaan we vliegeren. 1, 2, 3, wheel! Oké, laat maar vliegen. Geweldig! Miauw, 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 miauw! Het was prachtig om te zien hoe de vlieger hoog door de lucht vloog. Vooral omdat de Kitty Cats de vlieger samen hadden gemaakt. Op de fiets! Het was een bijzondere dag. Snoepje kreeg van mama en papa haar eerste echte fiets. Verrassing! Hoera! Nu kan ik met jullie meedoen in de grote fietsenrace. Fantastisch! Miauw, 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 miauw! Wacht, ik kan nog helemaal niet op een grote fiets rijden. Je kunt binnen no time zonder zijwieltjes fietsen. Je broers leren het je wel. Ja, dit is een makkie. Ja. Snoepje liet vol trots haar nieuwe fiets aan haar vriendje zien. Oh, miauw, Snoepje. Wat lijkt je al groot op je nieuwe fiets. Wat een mooie fiets, Snoepje. Wanneer gaan we beginnen met racen, jongens? Nou, eerst moeten we Snoepje leren fietsen op haar nieuwe fiets. Het is een makkie, Snoepje. Kijk! Cookie reed zo snel dat de arme Snoepje hem maar met moeite kon volgen. Snap je het? Nee. Nou, probeer het toch maar. Oh, het lukt me echt niet. Wacht, ik laat je wel zien hoe je moet fietsen. Pudding deed precies wat Cookie deed, alleen veel langzamer. Snoepje bekeek het allemaal heel aandachtig. Ik denk niet dat ik dit kan. Kijk, zo moet je sturen. Luister, het belangrijkste is dat je heel hard trapt. Ik denk dat evenwicht het belangrijkste is. De fietsspel is ook erg belangrijk, want die klinkt namelijk zo mooi.
Snoepje deed haar best om alle adviezen te onthouden. Kom op, Snoepje. Je kan het. Hoe kan ik nou tegelijkertijd het stuur goed houden, snel trappen, mijn evenwicht bewaren en de fietsbel gebruiken? Nou, als je bovenop een steile helling begint, dan hoef je niet zo hard te trappen. Maar Cookie, hoe bewaar ik dan mijn evenwicht? Voor je evenwicht kunnen we hele grote wielen op je fiets zetten. Maar Pudding, is dat niet een beetje gevaarlijk? We kunnen ook een elastiek tussen twee bomen spannen en pieuw! Nee, we binden gewoon wat roze ballonnen aan Snoepjes fiets. Dan houdt ze en haar evenwicht en het ziet er mooi uit. Ik ben bang dat ik het nooit leer. Ah. De vader van Snuffel was er al om de wedstrijd te starten. Wat zou Snoepje doen? Het is tijd voor de start, kleintjes. Dit hier is de startlijn en de finish is daar bij die rode vlag. Wees sportief en veel plezier. Maar ik kan niet. Hoera! Als ik win, dan kom ik terug om met jou te leren. Dat beloof ik. Maar als ik win, dan ben ik degene die het haar leert. Op jullie plaatsen, klaar voor de start. Ik ga winnen, dus ik leer Snoepje fietsen. Nee, dat doe ik. Oké, geef niet op, Snoepje. Zorg dat je je evenwicht bewaart. En probeer nu te trappen. Evenwicht, trappen, sturen, gebruik je fietsbel. Ja! Ondertussen was er een spannende race gaande. Ik kan het Snoepje veel beter leren. Echt niet. Wow! Wat zien jullie er grappig uit? Zo allemaal op elkaar gestapeld. Na een dramatische botsing is de winnaar Kleine Snoepje. Dat kan toch niet waar zijn? Hey pap, hey mam. Snoepje heeft zichzelf leren fietsen. Het was echt fantastisch. Ze heeft gewonnen van ons allemaal. Klopt. Ik zei toch dat het allemaal goed zou komen. Maar voor ons was het niet goed, want wij hebben verloren. We zijn niet eens gefinished. Dat Snoepje heeft leren fietsen is een grote winst voor het hele gezin. Want dat betekent dat we nu met z'n allen fietstochtjes kunnen maken. Door het park lopen hele mooie routes. Papa had al een route uitgestippeld voor een eerste fietstocht met picknick. Geweldig! En als we samen een grote tocht maken, dan dragen we allemaal deze lichtgevende veiligheidshesjes. Oké! Miauw, 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 miauw! Snoepje had dan wel gewonnen, maar nu konden ze fietsen met het hele gezin. En dat was de allermooiste prijs.